Het is tijd om eindelijk te gaan beginnen aan mijn studio. Ach, dit is toch zo schattig, jongens. Waarom wel? Maar binnenkort komt het wel. Het is waar. Oh! 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 Hoi, hoi, hoi! What's up? Hoi, Ik lever gelijk mijn hele bek nat met dat geschud van mijn kop. Welkom vanuit mijn galmende studio, die binnenkort niet meer zal galmen. Ik heb net een afspraak afgerond. Het is tijd om eindelijk te gaan beginnen aan mijn studio. Er is iemand langsgekomen samen met zijn zoon. We hebben een super vet bedrijf. En die gaan een studio bouwen van mijn werkkamertje. Helemaal akoestisch aanpakken, met allemaal verlichting. Helemaal wordt het perfect gemaakt om te editen en om te livestreamen, om te gamen, om op te nemen. Gewoon de full package gaat super dik worden. En dan moet ik ook maar eens even een nieuw bureaustoel gaan bestellen. Want dit, het werkt, maar dat gaat dan niet meer passen. Die kamer, die galmt zo ontzettend erg, dat ik daar gewoon letterlijk niet kan bellen met mensen. Als ik een call heb en ik ga daar zitten en ik ga bellen, dan galmt het zo erg dat ze me gewoon niet kunnen verstaan. Dus er is echt werk aan de winkel voor die gasten. Maar ze waren heel optimistisch en... Ik zei tegen die gasten, als alles nou loopt zoals het hoort te lopen en alles is bij mij naar wens, laten we dan ook hier de podcaststudio gaan bouwen. Ik heb een beetje mijn idee uitgelegd, hoe ik het een beetje in mijn hoofd heb. Daar gaan we nog verder over sparren. De studio gaat sowieso gebeuren. En dit dus alleen als de studio me bevalt. Dan pakken we verder uit en dan gaan we hier... gewoon die podcaststudio bouwen. Dus er zijn echt hele leuke dingen in de maak. Vergeet niet te abonneren mocht je dat nog niet... mocht je nog geen abonnee zijn, want er komen echt vette dingen aan. Abonneren! Ik voel me wel een beetje smerig. Dus ik ga lekker douchen. Ik ga mezelf lekker opfrissen. Wat een beetje shampoo met je haar kan doen, dat is toch fantastisch. Eens kijken naar mijn wasmand. Die zit vol. En dan heb ik hier nog een wasmand vol. Ik moet echt een wasje draaien, gek. Ik zat serieus te denken, ik heb zo weinig kleding. Oh, wacht even trouwens. Ga ik wit draaien of ga ik... draai eens om wit. Ik zat gewoon te denken, waarom heb ik zo weinig kleding, weet je wel? Maar toen kwam ik gewoon achter, oh ja, ik woon op mezelf. Ik moet gewoon een wasje draaien. Wat ik al 2-3 keer per week doe. En de droger aanzetten. Ja, ik zat dus te denken, mijn grappen worden eigenlijk steeds meer als dit ding. Steeds droger. Ik zal trouwens even van jullie laten zien... hoe dat werk eruit ziet. Wacht, mijn telefoon is right there. Van die studiobouwer. Kijk, aan dit soort waanzinnige dingen moet je denken. En let op, deze guy kan het allemaal, jongen. Hoe ziek is dit? Dit is echt top notch gewoon. Hij legt met ook allemaal dingen uit over akoestiek. Dan moest ik echt even goed 2 keer luisteren, want anders snap je er helemaal niks van. Maar hoe gaaf is dit, joh? Je zou bijna niet eens zien dat dit een bureau is met 2 speakers erop. Zo bizar lijkt dat het eruit ziet. Vooral die verlichting maakt het allemaal zo lijp. Zo, dat is even een kleine preview van hoe het er ongeveer uit gaat zien. Mijn kamertje is iets kleiner dan wat je allemaal ziet op die foto's. Maar hij zegt, dat maakt niet uit. We kunnen er iets super vets van maken. Nou, mijn eerste wasje staat aan, hoor. Kijk eens even. Er spijt dat gewoon niet alle kleding heb, man. Maar ik denk dat ik nog 4-3 wasjes moet draaien hierna. Ik heb echt veel. In ieder geval, het is tijd om te vertrekken. Ik ga op pad. Voor maar 5 minuten en dan ben ik al op locatie. Ik ga lekker bij mijn ouders langs. Ik mis mijn ouders, maar weet je wat nog erger is? Ik mis Bobo. Gewoon no jokes. Ik mis die hond. Ik heb echt zin om even lekker te knuffelen met Bobo. Even lekker kroelen gewoon. Mijn huisdier is gewoon een volwaardig familielid en mijn ouders komen wel eens bij mij langs, weet je wel. Maar Bobo, die zie ik helemaal niet. Die zie ik gewoon niet. Dus die ga ik gewoon even lekker knuffelen. Oh, ik had gehoopt op knetters, knettert die precies niet. En daarna ga ik iets heel vets doen met Roy. Wat voornamelijk met Roy te maken heeft, maar het staat waarschijnlijk onder de titel en thumbnail en anders gaan jullie het zo wel zien. Iemand die de laatste tijd vaker bij me over de vloer komt, en hier staat de naam. Ja, nog koffie van er. Kijk, je heeft dus een popcornverslaving. Ik heb gewoon een hele tas vol popcorn gehaald. Kijk dan. 10 pakken. Jullie hebben laatst een paar keer in de vlog kunnen zien dat elke keer als we samen zijn dat we alleen maar popcorn lopen te chappen. Dus het is elke keer op. En elke keer haal ik maar pakken. Ik denk wel, ik haal er maar gewoon 10 dit keer in plaats van 2 of zo. Want in 1 zo'n pak zitten dan weer 3 zakken die je dan in de magnetron kan doen, weet je wel. Die kan bij beter genoeg hebben. Die heb ik net even snel gehaald. Dus helemaal top. Weet je wat bij popcorn is? Je blijft het ook maar eten. Je blijft maar schransen. Hebben jullie dat ook? Want het vult niet. En volgens mij zit er ook bijna geen calorie in. Behalve dat dat zout en het suiker natuurlijk ligt aan wat je hebt. Dat is natuurlijk best wel slecht. Want er zit knijtenveel zout op of knijtenveel suiker. Maar volgens mij popcorn naturel. Dat is wel iets, maar helemaal niet zo slecht. Ik ga maar naar buiten. Bloed heet in die wagen. Ja. Ja. Volgens mij is helemaal niemand thuis. Alleen Bobo. We hebben helemaal het rijk alleen, Bo. Hallo. Hallo. De deur zit ook op slot. Hé. Hey.
Ja. Hey Moppie, ik kom speciaal voor jou. Nee, niet plassen. Oh nee, die zit te zeiken. Kom maar. Oh, snel de tuin in, als ze zo gaat zitten. Ga de tuin in. Hop. Kijk, hey, hallo. Ik ga nu zitten zeiken. Let op. Hey bro. Hey. Er ligt een plasje. Ja hoor. Ja, dat moeten we niet op kleed hebben. Ja, wacht even. Hallo. Hallo. Hey. Oude pisser. Ja, we zien elkaar weinig, hè. Hey. Kijk, schatten. Oh, ben je naar de trimmer geweest? Je hebt een korte vracht. Dan ben je zo gek. Zoeken naar een speeltje. Ja, pak hem dan. Pak je speeltje. Ja. Oh, die is ook mooi. Ja, die is ook mooi. En grommen. Van blijdschap. Waar ga je dan? Oh, en kom weer terug. Hey, schat. Hey. En waar zijn papa en mama? Zijn die aan het werk? He, zit ik helemaal alleen? Is dat dan even gezellig dat het oude baas hier langskomt? Hè? Doei. Oh, wat ga jij doen? Heb je nou een sok van mama gestolen? Bobo en de sokkenobsessie. Ben je zo blij met je sok? Ik heb jou ook gemist. Ja. Ja. Besef dat Bobo bijna 3 gaat worden. Dat beest is letterlijk opgegroeid in de vlos. Als puppy hebben we haar gewoon ook gefilmd. Met mijn ouders. Dan gingen we naar het nestje, weet je. Dat zat gewoon allemaal online. Deze hond is gewoon helemaal, die is gewoon helemaal online opgegroeid. Maar ja, je komt minder voor en nu door niet uit huis is een tijdje. Ja. Hele trui. Oh, dat ging even die miscommunicatie. Bobo. Oh, ga je blaffen. Bobo. Ik heb het gevoel dat ik jou verraden heb. Weet je hoezo? Ja. Weet je hoezo? Omdat als ik zie hoe puur jouw reactie is. Ik voel me bijna kut, omdat ik ben uit huis en heb ik het gevoel dat ik jou achter heb gelaten. Jij denkt natuurlijk, wat is Donny nou? Hij kwam eerst elke dag thuis en we misten gewoon iemand uit de roedel. En je bent een roedeldier. Ja, dat is niet leuk, hè? Ja, nou wil je extreem veel aandacht natuurlijk. Ja, en dan mag grommen naar me. Ik mag niet stoppen. Ach, dit is toch zo schattig, jongens. Bobootje. Oh, joh, god, ik ga al aaien. En dan blijf je stil, hè? Ja, dan weer het allemaal best. Maar ik heb je toch niet verraden, dat weet je. Jij bent nog nooit bij mij thuis geweest. Jij komt gewoon een keer een weekendje bij mij logeren. Dat vind je wel leuk. Toch, hè? Nemen we je mandje mee? Ja, dat is helemaal goed, hè? Ja, oh, ja. Geweldig beest, jongen. Echt. Kijk dan ook hoe ze naar me kijkt. Helemaal gewoon. Lijkt wel verliefd. Ben je verliefd? Nee, toch? Dat kan niet op zo'n lelijke arsjes. Nee. Zo gek moet Donnie ook weer niet worden, hè? Hier, Bobo. Aan me vast, Bobo. Even kijken. Bobo. Hou me vast. Bobo. Hier. Ja, komen mijn ouders net thuis, moet ik weer gaan, anders kom ik te laat. Dat is een aardige kokring. Is dat paasformaat? Ja, jouw maat toch? Ja, maar neem me mee, als je kan je worden. Hoe snel die aan kwam lopen met een terugopmerking. Ja, hij kon sprinten om de hoek gooien. Ja, groot. Die hoort dus hersenen kraken. Ja, die raak ik goed kwijt. Ja. Nou, ik neem hem wel als windring, want ik heb net 50 kilometer gefietst, joh. Mijn reet doet zeer. Ja, je moet er wel aan bij. Dat is van gisteravond, denk ik. Maar dat... Nou. Later. Van wie zou ik in godsnaam toch dat ordinair hebben? Oké, gas erop. Ik moet op tijd bij Roy zijn. Wat er nou gaat gebeuren, dames en heren. Dat is helemaal gek werk. En ik kom een oude bekende tegen. Die mijn prachtige woonhuis heeft aangepakt. En nu gaat hij ook die verrooien doen. Hey Robert. Hoe is het, maat? Ja, kom nu even een knubbeltje erbij. Want het is geweldig. Leuk om je terug te zien. Je hebt aardige baard gekregen. Ja, ik was lui van de week. Dus lui van de week. Ja. Dat wordt ook wel een vet project bij Roy, denk ik. Ja, het wordt heel mooi. Het wordt echt leuk. Het ja. Wordt echt, heb je dat vaker al gedaan, zo? Nee, ik heb hoogtevrees. Dat wordt lastig dan. Dat wordt heel lastig. Ik was net met nog een gasten die zeg maar gespecialiseerd zijn in aanbouwen. Dat is het stukje wat ik... Wat ik graag uitbesteed. Ja. En dan gaan we kijken of we het prefab erop kunnen krijgen. Ja, de terrassen dichtbouwen voor Roy, daar heb je hem. Ja. Hey dames, hoe is het? What's up? Ja, lekker met jou? Ja, goed. Ja. Dit wordt gekke werk, hè? Dit wordt gekke werk. Dit wordt helemaal gekke werk. Get in the car, bro. Yes, ik pak even mijn tas. Ja. En dan... Helemaal goed. Helemaal goed. Oh, Roy. Oh, wat de fuck.
jouw leven staat echt ondersteboven keer 5 gewoon. Jij doet gewoon een backflip, maar dan zonder van een afgrond af. Dat je maar blijft draaien. Ja, zo lang gaat jouw leven ondersteboven. Ja, het gaat wel heel hard aan deze allemaal. Ja. Oké, okay, even om in verhouding te zetten. Zo kom ik lekker uit mijn woorden. Het gaat allemaal lekker, ja. Roy is een tijdje geleden in crypto gegaan. Uiteindelijk ik ook. Roy heeft me niet financieel advies gegeven. Dat mag niet. Nee. Ik heb alleen gezegd wat je moest kopen. Ja. En dat was Cardano. Dat was Cardano. Dat heb ik voor 90 cent per stuk gekocht. Ja. Die munten werden uiteindelijk 2,50 euro waard. Toen heb ik het verkocht. Ja. En ik had daar een bepaald bedrag in gestopt. En daar ga ik nu mijn studio van bouwen en mijn podcast en weet ik het allemaal. Want dat heb ik nu ontrokken. Mm-hmm. Maar Roy had net even wat meer geïnvesteerd dan ik. Ja. Ja. Ook in Cardano en wat andere crypto dingen. En eerder dan jij. Heel eerder. Hij had ze voor 20 euro. Oh, wow. Hey, zo, goeie catch, fast, bro. Oh, goeie catch, bro. Ja, waar was ik nou? Dat ik het net even wat gekocht. Oh ja, Royal ze voor 20 cent per stuk. Ja, en ik 9 cent ongeveer. Dus dan ga je ook iets anders doen dan een studio bouwen of zo. Ja. Dus wat gaat Roy doen? Die gaat deze niet inruilen. En zijn Tesla ook niet. Die gaat er gewoon een auto nog bij nemen. Ja. Oh, gast, die wat gek. Dat is goed, ja. Die cryptohandel is handel. Ja, weet je wat het meer is? Kijk, ik heb inderdaad een heel mooi rendement gemaakt met met die Cardano investment. Oh, je komt zakelijke Roy. Ja, nee, dat is echt... Ik had wel goed voor natuurlijk. Ik heb gewoon een mooi rendement behaald. Echt een heel, heel, heel erg mooi rendement. En ik heb altijd al een price target in mijn hoofd gehad van 2 euro. Van als Cardano 2 euro haalt, dan verkoop ik het. En ik ben op vakantie en ineens is die 2,40 euro waard. Weet je, ik had het hele tijd niet in ineens, gaat, hè? Zo. Hij ging van 1,30 euro of zo naar 2,40. In één keer 2,40 euro. Dus dan heb ik het gewoon gelijk verkocht, niet eens over nagedacht. En dan kun je twee dingen doen. Of je gaat met dat geld wat je daarmee hebt gewonnen weer in een andere crypto munt investeren. Terwijl naar mijn mening nu de markt gewoon best wel... alles best wel hoog staat, dus ik zou mijn god niet weten wat ik zou moeten kopen. Of je gaat er iets van doen, dus je gaat er bijvoorbeeld pandjes van kopen, of je gaat er iets anders mee investeren. Of je gaat gewoon leven. Of je gaat ermee leven. Omdat je jong bent. Omdat je jong bent en je bent maar één keer jong. Ja, maar het is niet alsof je bloed bent hierna. Nee, daarom. En je bent maar één keer jong. Ik trek expres sloan voor je op. Ja, mijn vloggersinstinct ging gelijk. Ja, ik zag het. Catch my baby. Ik zag het, ja. Nee, of je gaat inderdaad gewoon met de dag leven, wat ik eigenlijk al altijd doe. En ik ga gewoon lekker genieten ervan. Dus wat en, heeft hij gedaan? Toen heb ik een Lamborghini. We zijn Lambrouws! Heb ik een Lamborghini Huracan Evo Spider 4-wheel drive gekocht. 2020. Oh, gaf. Ja. Goed, hè? Ja, het is eigenlijk wel echt heel lijp. Dus, en we gaan nu een kijkje nemen. Ja. En dan nog niet ophalen helaas. Gewoon een kerstje nemen. Inderdaad. Een paar rondjes ermee rijden. Dus Reno, Max en Ido. Die zijn er ook. Die zijn daar straks gezellig. Op locatie. Op maten van je. Ja, en dan gaan we gewoon lekker even het rondje rijden en even aankondigen op Instagram en zo. Even alvast het vet van de band afrijden. Zoiets, ja. En het is prachtig weer, dus dat dak gaat natuurlijk eraf. Letterlijk en figuurlijk. En wordt gewoon genieten, gast. Die was unexpected. Ja, unexpected shies. Wat denk kan jij weer hold it door, maar dan de camera? Hold my camera. Wat is die meme ook weer? Iets van get the camera of zo. Mom, get the camera. Ja, mommy, get the camera. Ja, what the fuck, inderdaad. Mommy, get the camera. Is heel oldschool. Zo, is heel oldschool. Denk ook al helemaal als we deze straks naast elkaar zetten. Gast, what the fuck, gast. Ik bouw gewoon een wagenpark. Ja. Waar moet je hem dan stallen? Nou, Roy zegt, nou, doet tegen de VV van zijn gebouw. Doet er ook nog maar een parkeerplekje bij, joh. Ja, joh. Dus we hebben ook nog een parkeerplek erbij gekocht. Dat is ook een goede investering. Ja. Bij je appartement. Hey, dat is een investering. We gaan 3 stuks. Dus heb ik alsnog een soort van in vastgoed geïnvesteerd. Voor de mensen die dat liever hadden gezien. Ja. Ja, en we hebben dezelfde motor. Exact hetzelfde blok hebben wij. 640 pk V10. 5,2 liter V10. We hebben exact... Uitgehard in de bergen van de Balkan. Er zit een performante blok in zo'n Evo. Dus, vallen Hongarije en Bulgarije onder Balkan? Of is het gewoon Oostblok? Ja, niet raar! Kan je ermee voetballen? Ja, ik weet niet of dat met deze bal kan. Ik ben er ook morgen bij, ik weet niet of ik naar het bal kan. Hey, Tim en man, help me eens even, geef eens even die bal kan. Ook wat een Tim en man kan praten. Want dat zijn we op die manier met de kap. Hij is met die bal kan. Nou, je ziet het alweer, hè? Maar ik heb het dan net meegevraagd, jongens. Hey.
Oh, goed hè. Ik denk dat ik met niemand met mijn humor zo erg levelen als met jou, ja. Nee, ik heb met niemand kan ik met humor levelen ook. Als ik dat met jou doe, man. Nee, maar dat, wij hebben ook een hele rare manier van humor. Gewoon. Ja, dat is heel cringe. Wij kunnen een ruimte binnenlopen en iemand staat gewoon op een rare manier voor ons gevoel. Zijn voet staat iets te ver naar buiten of hij doet iets raars met zijn hand. Want wij zien bijvoorbeeld als iemand zijn hand even niet weet waar hij die moet laten. Dus dat hij bijvoorbeeld dan zo staat, dan weer zo en dan zo. En dat vinden wij dan helemaal grappig. En dan hoef je alleen maar bijvoorbeeld of ik te zeggen van, hey, gast, die guy met zijn hand. En dan, dan is het al klaar. Hoef je niet eens uit te leggen. Ja, dan hoef je het niet eens uit te leggen. Dat soort shit is gewoon geniaal. Dus ja, bro. Waarom niet je bouw niet meer? Straks zijn we wel de grootste staatsjosties, denk ik, in Rambruis. Ja, hey, jongens, zet je gewoon als een debiel op internet en misschien rijden we een Lambo. Who knows, man. Of breng een nieuw drankje uit. Of is het in crypto? Of, met het geld dat je van je drankje moet doen. Nee, dat was dat. Maar, hé, we zitten wel spot mee te drijven terwijl we een tunnel in gaan. En dan wil ik eigenlijk zeggen tunnelrun, maar dat is nu niet het belangrijkste, want de kijkers en jullie hebben het allemaal te danken. Ja, absoluut. Nee, echt, zonder jullie zijn we helemaal geen shit. Nee. Dus dat beseft ons altijd hoe dankbaar we zijn dat jullie ons altijd supporten. Ja, skill. Hey man, wij zijn er. Dus kan het, je kan het hek opengooien. Kort ook. Dat is handel. Roy heeft hem in het echt nog niet gezien. Dus wat hij gaat doen, hij gaat nu kijken. En van de week haalt hij hem op, maar ik zit dan in het buitenland. Dus dat is wel jammer. Ik kan er niet bij zijn. Davy kan er helaas ook niet bij zijn. Dus dat is wel treurig. Maar daarom gaan we nu alvast mee. En dan nu is het kijken. En dan de aankomende dagen moet je nog even een paar dingetjes doen. En dan kan hij hem daarna ophalen. Oh, je maten zijn er al. Absoluut. Kijken, waar staat hij? Heb je hem binnengezet of niet? Ook daar neerzetten? Ah, hij staat onder een doek. Ja, wel? Ja, kijk maar. Daar staat hij, onder een doek. Zie je hem binnen? Wat lijf. Zo, helemaal, kijk eens even. Oi, lampjes oi, oi, aan. Oi, oi. Hoor ik nou dat hij helemaal in de X-spel zit? Helemaal in de X-spel. Steenslagfolie. Ja, even tot hij met de A-stel. Dus... Ja, de hele voorkant. Yes. Nou, dan kan je gewoon vol achter mij aan chasen. Maar bij die performanten, die is open, die achterste dingen. Dus schiet stenen. Ja. Nou, ik ga mijn bek houden. Het gaat nu niet om mij. Dus het gaat nu om Roy. Moet je trouwens kijken, de dikke GT3 RS, je gek. Zo, wat een ding is dat. Moet je kijken hoe breed die banden zijn. Oh, dat is echt niet normaal. Zo jongens, daar zijn we weer bij Van der Akker. Ja, heel bizar eigenlijk. Net natuurlijk een nieuwe auto gekocht, de RSQ8 R Abt. Maar ik heb nu ook nog iets erbij gekocht. En laten we gewoon gelijk onthullen. Ik ga hem nog niet nu officieel ophalen. We gaan nu puur eventjes een paar rondjes rijden. Maar binnenkort komt het ophalen. Het is namelijk... Lamborghini Huracan Evo Spider 2020. Ja, echt. EC. Oi, oi. Gast, wat is dit voor een beuker, hé? Mat anthraciet. Ja. Wat een ding, hé, Roy. Well, let me take. Stap even in met die brede rug van je. Pas je erin of niet? Dit is koning, hè? Kijk dan. Start hem even, bro. Heb je dat allemaal opgeslagen? Wacht, kom naast je zitten, gast. Gast, wat is jouw leven af en toe? Ja. Doe hem weer 3-2-1 en dan denk wel een 0. Dus dan wil ik hem hier even van, oké, laat hem even starten. Weet je? Ik ga er gewoon naast zitten, mag dat trouwens? Ja, tuurlijk. Oh, ja, voor je filmpje. Even dat je filmpje maakt. Ja, goed. We gaan hem even starten. Alright. Klaar voor? Hij is nog warm. Ik kan niet geloven dat je dit echt hebt gedaan. Dat is, goed, dat is heel erg. Is goed, geweldig, gast, is je gegund. Wat een apparaat. Ja, dit is echt. Wow. Dit is de eerste Lamborghini met een iPad in het midden. Wow. Een touchscreen. Gewoon een Tesla van de Lambo. Het is echt een ruimteschip, gast. Allemaal super mooi leer. Heel veel Alcantara ook. Overal Alcantara, gek. Alles leer in Alcantara. Zit hij te lachen, hoor. Gast, jij lacht toch de bal uit je broek inmiddels na alles wat er gebeurt de laatste tijd. En hoe gaat het dak er weer op? Dat via dit of zo? Ja, die moet je ingedrukt houden. Ja, dat ga ik nu niet doen, maar... Nee, dat is, Klein richting nog wel. De ervaring. Indo schrikt zich wild, joh! Ah, het
Maat, maar even. Dit is niet normaal, hè? Nee, dit is echt niet normaal. Gast, zo'n die V10 met zo'n open dak. Zeg 10 keer beter, gast. We gaan zo meteen even maaien, hè? We gaan maaien. The first look in broad daylight. Dat is precies je werk voor dit. Pas net. Eén keer is hier ooit wel schuifpouder uitgereden, is mij verteld. Geen glazen plaat achter. Dat heeft te maken met dat het dak daar. Ja, brouw zijn we lampbrouw. Krijg je er ook gratis een kuurtje bij voor Hans Anders, of niet? Ja, sowieso. Hoe het dus zit, je hebt eerst de normale Hurricane die uitkwam. Dat was het eerste model en die werd op zich een beetje opgevangen door de autoliefhebbers als mooi, maar erg veilig. Veel te simpel ziet hij eruit voor een Lamborghini. Het ziet er, ja, gewoon, het kwam erop neer. Top Gear zei van, hij is zo veilig gemaakt en zo simpel, gewoon dat er heel veel van verkocht worden. En dat deden ze eigenlijk een beetje om het merk te redden. Maar het model ziet er wel heel vet uit. Dus wat hebben ze gedaan? Hebben ze een performant gemaakt, de performance uitvoering. Die zag er echt subliem uit. Die was lichter, die was sneller. Snelste auto op de Nürburgring ter wereld toen die uitkwam. Blies alles eruit, de Bugattis, de Paganis, dat maakt allemaal niet uit. En toen hebben ze de normale Huracan, dus het eerste model, die hebben ze een facelift gegeven. En daar is deze uitgekomen, de Lamborghini Huracan Evo. En ze hebben dan heel veel dingen veranderd. Bijvoorbeeld, ze hebben deze Griekse ei soort van, hebben ze erin gezet. Ze hebben het zo gedaan dat de achterwielen ook meesturen. Dus het ding stuurt scherper dan scherp gewoon. Nou, je hebt die iPad in het midden. Je hebt verschillende standen. Nou, althans, gewoon dat schermpje, dat is anders eruit gaan zien, dus de infotainment. Veel moderner, veel bruter, veel grover. En de hele achterkant is gewoon de uitlaten zitten anders. De diffuser zit anders. Dit hele ding zo is gewoon helemaal vernieuwd. Plus dit kleine spoilertje zorgt voor veel meer downforce. Ja, ik lul het even snel maar bij elkaar, want we hebben haast. Roy wil de weg op. Ga je meedoen? Wat zeg je? Ga je meedoen? Jazeker. Ik ga mee. Dat rood staat goed, hè, bij dat matgrijs. Die remblokken. Ja. Mooi. Ik ga mee. Let's go. Huracan Evo, we gaan op pad. En ik denk dat Roy gaat janken, jou kennende. We gaan het zien. Nou, de kans zit er wel in, hou. Toch? Ik weet het niet. Ik weet het niet, zegt hij. Ik denk het wel. Anders ga ik het wel. Ik vind het zo vet voor mijn maatje. Nou, muziek hier op. Daar gaan we. Kijk, we hebben een strijd tegen de daglicht. Maar niet tegen de snelheid. Maar we moeten hem even horen, toch? We moeten hem even horen. Even die cabrio, gast. Mijn pet gaat afwaaien, dat weet ik nu al. Ik kom er wel bovenuit. Jij net niet, hè? Durf hij het stilstand dan? Of niet? Ja, dat is goed. Ja? Weet je dat je ook dit kan doen? Let op dat raampje. Ja. Hoor het geluid nog beter. Oké, okay, ik kan nog wat hoger zitten. Zo, dat gaat alleen even strak, hè. Wat is dat? Wat is dat? Je hebt geen kenteken voorop. Je hebt geen kenteken voorop. Oh mijn god. Is dat een flitser? Weet ik niet. Maar je hebt geen kenteken voorop. Oh, wat ziek, ouwe. Oh. Even
volgens mij, kan jij dat eens checken op je flitsmeister? Nee, mijn flitsmeister stond niet aan, die van jou wel. Ben je gewoon niet. Hij reed sowieso niet meer dan 20 hard of zo, nou. Maar 30. Is geen flitsenpaal? Nee. Het leek verdomd veel op een flitspaal. Kijk, want hier geeft hij ze gewoon aan. Ja, anders heb je geen kenteken voor op. Dus maar wij rijden toch hier net de hoek om. Hoe bevallen die 640 pk zonder je kont die je van 0 naar 100 in 2,9 seconden brengt? Ja, gaan we dat nu even ervaren? Ja, we zijn bochtje hier. Dit is hem, kijk. Nee, zie je dat zo'n ding om te zien hoe hard je rijdt? Hoe, denk ik. Oh, dit gaat zo lekker voelen. Oh, die 9000 toer op je waffel in je oren. Ah! Flyby time? Wat? Flyby time? Flyby time? Ja? Oh! Nee, we gaan weer terug. Gaan we terug? Oh, dit is weer een voertje, man. Gast, ik ben echt even overprikkeld. Ik ben niet normaal. Ja, ben je helemaal overprikkeld? Ja, overprikkeld, man. Dit nu is gaat, zo ziek, vanaf allemaal. Dit moment gaat Roy zich alleen maar verspreken. Hoort hij niks wat je zegt? Klopt. En valt hij straks op de terugweg in de auto slaan? Nou, dat lijkt me niet, maar we moeten nog terugrijden. Ja, dat is waar. Maar zodra je thuis bent, is het gewoon Roy gaan zitten op de bank. Oh, ja, dat wel. Ja, dit slaat toch nergens, wat is dit voor auto, hè? Zit hij in die auto? Hey, gast, ik ben nu even helemaal overprikkeld. Gast, dat cabrio is echt zo chill. Ja, zo'n vibe, hè? Dat is zo chill. Echt een vibe. Echt een fucking vibe, inderdaad, ouwe. Hier, lekker met dat zonnetje zo. Door de Brabantse polder. Moet het jij kijken. Ik ben er net aan je dildo in kwijt. Maat, wat vind je van je eerste rondje? Fantastisch, man. Echt fantastisch. Ik moet nog een beetje ontdooien, merk ik heel erg aan mezelf. Ik merk gewoon dat ik het zo ziek vind dat ik gewoon niet weet hoe ik me moet uiten. Of ik moet janken, of ik moet lachen. Of ik, weet je, ken je dat wel? Nou, ik zie aan je ogen gewoon inderdaad dat je een beetje ontdaan bent, man. Ja, ik ben ontdaan, man. Normaal ben je ontlucht, maar nu ben je ontdaan. Ik ben ontdaan. Er zijn ook even wat dingetjes waar je aan moet wennen. Weet je, knipperlicht zit hier. Ja. Dat sturen is doodeng in een bocht als je dit niet kent. Ja. Ik heb deze een keer met sheet meegekregen. Zo'n als dit. De coupé dan. Nou, dan ben je direct aan het sturen. Je zit 6 banen verder. Ja, het is echt als het 6 banen is, dan zit je dus gelijk in de berm. Dat is dit ook, cool. En dat flipperen is heel anders. Ja, dat flipperen vond ik echt fucking chill, man. Ja, dat stoppen. Heel echt snel. Heel leuk vond ik het ook. Ja, die Corsa is dat. Waar zit het start-stop systeem, shit? Deze. Dat is deze. Dus die. Ah, ja. Nu kijk, staat die. Top, en dit is je nose lift, brouw. Dit is mijn nose lift. Dat je niet schaaft. Dit is je ESC, die moet je uitzetten. Weet je hoe je launch control doet? Wil je dat weten? Ja, dan moet je die uitzetten en dan kan je gewoon launch control doen. Nee, moet je hem eerst op Corsa zetten. Dan ESC off. En dan ESC off. En dan kan voet je gewoon, helemaal zo hard als je kan indrukken op de rem. En dan. Voet het gaspedaal en dan gas los of rem los in één keer en dan schiet je als een jacko weg. En dit blijft ook vet, die welbekende startknop. Weet je waarom ze dit gaatje hierin hebben gemaakt? Heb ik jou dat wel eens verteld? Nee. De eerste Lambo's die dit hadden, de Aventadors, was die dicht. Toen kwamen er klachten binnen dat mensen het irritant vonden welke dat dingen mogen doen en aan te drukken. Oh, wow. Terwijl Lambo het bedoelde als exotische, hè? Ja, tuurlijk. Exotisch tintje aan de auto. Ze hebben ze een gaatje erin gemaakt zodat mensen gewoon gelijk kunnen aanklikken. Wow. Ja, erg, hè? Dat mensen daarom klagen. Dan heb je echt luxe problemen. Wow. Vind je dat vet? Oké, okay, pizza time. Pizza time. We gaan Roy nog even rondje zo met zijn maten natuurlijk. Yes. En ja. Ik vind het ook zo bizar dat ik helemaal. Ik ben ook een beetje overprikkeld. Ik ben overprikkeld, man. Omdat jij bent gewoon een van mijn beste vrienden. En ik zie. Ik heb jou gezien in goede tijden, in slechte tijden. Mm. En hoe goed het nu gaat, dat vind ik gewoon fantastisch. Ja, nou, dat vind ik echt tof dat je dat zegt. Kan ik ook bijna om janken, dus. Ja. We gaan maar niet love doen. You, bro. We gaan het niet doen. I fucking love you, bro. Nee, maar ja, het is eigenlijk ook wel iets waar ik echt om kan janken. Maar ik vecht er gewoon tegen. Ik weet gewoon even niet wat ik moet zeggen of zo, man. Nou, je hoeft niks te zeggen als je pizza in je bek hebt, dus let's go. Roy, niet alleen jij bent mega blij nu. Wat zal de autoverzekering ook blij zijn met jou? Die premies? Ja, jezus. Heb je hem al verzekerd gekregen? Nee, ik ben er nog mee bezig. Oh, dat komt wel goed. Nou, als je een RSQ8 kan verzekeren, kan dit ook wel. Ja. Wees dat veilig binnen. Is de pizza er al? Het is besteld. Het is besteld, oh. Ja, kijk, we kunnen ons even helemaal vol vreten. Moet je deze Alsa Martin eens kijken, is een super legere? Kijk die lak.
Normaal heb ik altijd wel een woordje klaar. En dat interieur? Kijk dan. Don was echt zo'n interviewer die probeerde wat uit de los te krijgen, maar ik was echt zo iemand die gewoon niet meegaf. Ik kon niks zeggen. Ja, het is ook wel bizar. Het leek wel of Roy even gewoon mentaal 10 stappen achteruit ging. Het was gewoon een kind die opnieuw moest leren praten. Hij moest echt het bij me loskrijgen om wat te zeggen. Ik kreeg het gewoon niet eruit. Ik zat gewoon te rijden met het net niet ondergaande zonnetje. Het is perfect. Lekker ja, niet. Het is net perfect. Het is te ziek gewoon. Wie gaat er nu een rondje mee? Veel plezier, Max. Ik ga samen met Ido met zijn golf achter de Lambo aan. Flybys filmen. Dat vergat Roy omdat hij overprikkeld was. Zeg, Roy, moet je... Want ik zei net al in de auto flybys. Zei hij, nee. Dacht ik, heup, maar je zei net tegen me dat flybys moesten filmen. Dus zei ik het net. Toen zei hij, oh ja, toch wel. Dus hij is lekker gotisch, Ido. We kennen hem, hè? Ja, heel typisch. Fucking grappig. Dus we gaan nu even erachteraan. Gaan we flybys filmen? Ja, jullie waren op vakantie een week of twee geleden. En dan zeg ik op vakantie, nou, ik koop misschien een Lambo erbij. Uit het niets, toch? Het was heel droog. Hij was gewoon een beetje aan het kijken weer naar auto's. Dat doet hij wel vaker. Ja. En hij ziet zo'n Lambo. Hij zegt, dit is het, gast. meteen die avond Joost een berichtje gestuurd. Ja. Maar ik denk een paar dagen later had hij echt eentje gevonden en hij was echt helemaal... Daar stond Joost net met dat is Lambo klaar. Ja, ongelooflijk, 3 weken geleden zei Roy nog, nou, ik ben helemaal voldaan. Ik heb de RS gekocht, ik hoef niks meer erbij. Week later, ik koop die Lambo. Wat goed. Waarom ook niet? Waarom ook niet? Gewoon leven. Ja, kijk, en sowieso, dit geluid gaat nooit vervelen, ook al hoor ik dit zelf natuurlijk meerdere keren in de week. Maar het verschil is nu, ik hoor hem nu van buiten de hele tijd en met het dak open. Ha, dit meen je niet. Komt een Ferrari 458 Spider langs rijden. Ha, wat een toeval, gek. Ook een mooie atmosferische motor. Zo! Morgen! Zo, ga even wegtrekken dan! Nee? Ja? Want trekken doe je niet meer, heb ik gehoord. Zo. Nou, sinds dat Roy vriendin heeft, doet hij daar niet meer aan. Behalve wegtrekken. En hij trekt ook wit weg. Zo. Dat is helemaal spraakloos. Ik vraag me, wil je nog shots hebben dat je wegrijdt en ze... Gewoon letterlijk dat, als je je ziet. Hij wordt aangesproken door die vent, zie je dat? Oh. Die is niet blij. Ach, kom op man, er is hier niemand. Er is hier helemaal niks. Geen huizen, niks. Irritante wandelaar, laat die jongen lekker genieten man. Zo hard rijdt hij niet eens, hij trekt 2 versnellingen op of zo. Maar het geluid is zo ontzettend hard, dat je gewoon niet... Je kan niet denken... Ja. Het klinkt gewoon alsof iemand gewoon constant 350 rijdt. Zo klinkt dat ding. En nu hoor ik zelf ook weer hoe hard die is van buiten. Het is echt asociaal hard dat Lambo ermee wegkomt. Ik snap het niet, maar gelukkig. Kijk, de EU die zegt natuurlijk, dit is het maximale decibel wat een auto mag maken. Maar Lambo heeft dat heel slim gedaan. Je hebt al die verschillende standen, Strada, Sport, Corsa. Die hebben gewoon die hele auto gekeurd in sport, dus met de kleppen dicht. Nou, daar is later natuurlijk de EU achtergekomen. Dus bij het volgende model mogen ze dat grapje niet meer flikken. Maar zolang de Huracan bestaat. Je hebt net die nieuwe Huracan STO. Die weer een nieuw model, achterwiel aangedreven. Nou ja, daar geldt het dus nog wel voor, omdat het nog de Huracan is. Maar als ze een nieuw model uitbrengen, dan mag het niet meer. Dus vandaar dat die auto's zo goed klinken. Dat is echt een heel kut trucje eigenlijk. Maar het is echt niet geniaal. Ik dacht echt net van, zit hier al andere uitlaat? Want ik vroeg het aan hem. Hij zegt, nee, dit is gewoon origineel. Stop. Je hoort ook bijna nooit dat iemand een andere uitlaat eronder gooit. Hier, kijk, zo boos kijken. Die sprak er Roy aan. Ah. Roy! Wat zei die kerel in dat witte shirt? Oh, ik hoor hem niet meer. Ja, mooi, dat werkt ook, hè? Dat gaat snel? Ja, in net boven de 10 seconden. Dan zie ik het te lachen. Ja, gaat snel, hè? Hey, huh? Gaat snel, hè? Ja, fucking snel. Maar wat zei die vent in dat witte shirt tegen je? Op een hele normale manier van, joh, het is natuurlijk wel lijp, hè? Het is wel hard en zo. Je moet wel oppassen hier en zo. Hij keek heel boos namelijk. Hij viel wel mee. Hij was niet heel boos. Eet smakelijk allemaal.
Smakelijk. En Roy gaat natuurlijk even een champagnetje poppen. En jongens, jullie moeten allemaal even Roy's kanaal checken. Even allemaal abonneren, allemaal volgen, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Want die gaat natuurlijk een knijtersdikke video maken. Echt met beauty shots. Alle specs die je moet weten. Ja, dat gaat heel vet worden, man. Linkje staat in de beschrijving. Thank you, bro. Dus dan, Roy gaat hele vette content maken met die Lambo. Dus zeker even het volgen waard. Yes. Wat is dit trouwens vet, Joost? Ja, is een hele bar erbij. We zijn hier al zo vaak geweest, maar dit stuk heb ik nog nooit gezien. Gaaf. Dus, feestje vanavond? Oké, Roy, kans 1 op 10 dat je bij die Bentley hier de spiegel eruit moet... nee, ga weg. Hey, Cheng. Oh, never mind, jij bent Lee. Niet weer zo... Oh! 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 Roy, Roy, Roy! Gast. Gast. Er ging één straal recht in mijn oog. Zit hij in de doen precies, ja. Dat is je pizza. Man, hij staat een keer... No, 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 no. Pizza te eten. Zijn pizza is vies. Ja, beter dan een scheet op je pizza. Tot dan. Nou, ik wil er niet eens over praten. Wil je ook shampoo brouw? Ja, doe maar. Het zit nu in mijn ogen plaats van mijn mond. Je hebt hier zo tussen haakjes een normale G-klasse. En even ter vergelijking, heb je hier zo'n verhoogde. Moet je kijken, gek. Lijkt wel een levensgrote speelgoedauto. Kijk het verschil in wielen. Helemaal verhoogd deze. De Audi R8 facelift. 2020 model. Met ook open dakkie. Nou, hij staat weer binnen. Oh, nou, duidelijk. Daar is het blok. Het is hetzelfde als een dry sump. Zie ik hem in ieder geval pijlen, dus dat is klaar. Ja. Dit is de enige waar je ziet, voor de rest niet. De dry sump, dus jij hebt er geen kartenpan. Ik kan er ook niet onderuit rijden. Wat heb ik niet? Geen kartenpan. Oh. Jij hebt een dry sump. Okay. Wist ik, staat hem zo te zien. Nou, Roy is wel geslaagd, of niet? Ja, er zit een roes in. Ja, oh, je hoort hem. Nee. Hé, hey Roy, de laatste keer dat jij zo geslaagd bent was voor je HAVO, geloof ik. Dat is voor wat? Voor je HAVO. Hij is gewoon doof door dat blok, hè? Die gaat goed. Ik ga het ook er even op doen, ik heb toch niks. Ja! Ik ga tellen hoe lang het duurt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 seconden. Nou, dat is rete snel. En Roy, nog één pilsje voordat we gaan? Nog één pilsje, nou! En dit heeft drie lijpe wagens op zijn naam. Dat je bedrag ging noemen. Het begint ook met een 3. Bijna met een 4 zelfs. Gast. Jij staat straks voor een miljoen zowat in die fucking garage van je. Ja. Nou, dat is niet waar. Nee. 7 ton. Iets meer. Nee. 7 ton. Nee. Staat een appartement onder je appartement. Ja. Ja, ja. Hey, dit was net alleen van Ido, toch? Wel een beetje lauw, denk ik. Maar. Ja, waar blijven onze pizza's? Genoeg? Ja, nou, ik zit erin. Ido is de pizzakoning van Roy's vriendengroep. Oh, ik word langzaam aan mezelf. Weet je hoe dat komt? Omdat ik gewoon nu aan het genieten. Ik was met Reno en met D. Dat we echt over die snelweg. Toen was ik echt aan het genieten van de auto. Hij heeft niks gezegd. Echt aan het genieten. Je was eerst alleen maar soort... Ja, maar met Reno kwam ik helemaal los. Op een gegeven moment zat ik gewoon te schreeuwen. En helemaal in de lucht. En mijn kop zo... Zat je ook zo? Joh, ging helemaal gek. En Reno, ja, ging allemaal uit ons stekkor. Ja, stekkor. Oh. Zo grappig ook net dat jij, hoe heet het, ik vroeg zo aan jou van ja, moet ik nog een filmpje maken voordat je weggaat en jij zo... Nee. Ja, ik volg ik het niet gewoon. Nee, helemaal niks. Volg ik gewoon niet. Nee. Nou, lekker een biertje gedronken. Roy maakt nog een paar fotootjes en dan gaan we naar huis. Altijd als ik thuis kom, is dit mijn rustgevende hoekje. Dit is echt mijn zenhoekje, kijk dan. Met die vlaag plafonnetje, met die koof erin en dan die ledverlichting van de tv. Met het behang en die lampjes hier, een lekker bankie. Alleen, ik zat in één ding te kijken en dacht ik kan eigenlijk productiever zijn dan op de bank zitten. En ik kan niet stilzitten, dus wat ga ik doen? Gewicht even nog lekker die spiertjes oppompen. Daarna poets ik mijn tandjes, douchen. En naar bed. Ik zeg ook echt mijn chill, mijn rusthoekje, weet je wel, beneden. Terwijl ik ga nu gewoon naar boven om te gymmen, omdat ik niet stil kan zitten. Dus ja, in ieder geval, ik ga nog even lekker snel gymmen. Geweldige dag, echt geweldig om mooi in zijn piek van zijn leven te zien. Helemaal geweldig en dat iedereen meegeniet. Vrienden, familie en anders niks. Ik hoop ook dat jullie mee hebben genoten.
mocht het nou zijn. Vergeet niet te abonneren hier beneden. En hoop ik jullie morgen te gaan zien om 5 uur. Toppers, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later toppers. Ik zeg voor naar voren. Ja, en ik zeg Roy, nog één pils voor we gaan draaien om. Ja, en zeg één pils.